Het mooiste plekje van Eindhoven is deze aflevering van Hans Martin Don. Hij is bij de meeste Eindhovenaren wel bekend. Hans Martin Don is sinds 2006 wethouder in Eindhoven. Vanuit zijn werkkamer in het stadhuis kijkt hij uit op de Dommeltuin. Zijn mooiste plekje van Eindhoven is daar de 33 meter lange Dommelbrug. Ik zou haast zeggen, kijk om je heen. Hier, mooie tuin, een paar jaar geleden aangelegd. De Dommel die hier zo dwars doorheen stroomt. Van Abbe Museum, oud en nieuw. En het gemeentehuis, hartje centrum en toch een klein beetje een oase van rust hier. Hans Martin Don is van origine geen Eindhovenaar. Geboren in Vlaardingen en via Maassluis en 'Schravenzande woont hij alweer een paar jaar met veel plezier in de omgeving van Eindhoven. Als je diep in mijn hart kijkt, wat vind ik mooi? Ja, dan ben ik toch wel eigenlijk een beetje verliefd geraakt op het Brabantse landschap. Ik zit graag op mijn racefiets door het Brabantse landschap, richting België, de grens even overgaan. En hoe rommeliger het landschap, hoe rommeliger en slingerender de wegen zijn, hoe mooier ik het vaak vind. Dan kom je in Eindhoven en dan zie je het centrum, dat natuurlijk de industrie van vroeger, zie ik je nog volop terug. Dat maakt het interessant. Maar als je dan toch in de kleinere dorpen, de Achtonger, ik noem ze al, Gessel, Straten. Als je daar toch doorheen loopt, dan zie je die oude dorpsstructuur er nog in liggen. En dan vind ik dat toch wel weer heel mooi dat je in zo'n stad als Eindhoven toch die oude dorpen weer herkent. De achtergrond van Hans Martin Don is de gezondheidszorg, maar hij koos toch voor de politiek. Nou, ik kreeg een telefoontje een keer op een dinsdagavond van Bernard Gerard. Die was toen nog fractievoorzitter van de SP. En die zei, Hans Martin, wat dacht je ervan om kandidaatwethouder te worden? Nou, ik zeg het wat kort. Die vraag duurde ongeveer 3 zinnen langer, maar dat was wel ongeveer de vraag. En toen heb ik daar heel lang over na moeten denken. En ja, dan zie je zo'n denkproces. En eigenlijk dacht ik op dat moment, nou, dat is een mooie vraag. Wil ik best wel eens proberen. Vervolgens heb ik daar nog eens een week diep over nagedacht. Ik kwam tot dezelfde conclusie. En toen heb ik gezegd, nou, ik steek mijn nek uit. En ik wil die stap best maken, de politiek in. En met mijn vorige werk bij het Leger des Heils zat je natuurlijk ook tegen de politiek aan. En je zag wel wat wethouders deden. En mijn belangrijkste lijn was toch van, nou, hoe blijf je toch een sociale lijn kun je neerzetten waar toch kwetsbaren in de stad en de samenleving, vanuit het solidariteitsgedachte, toch waarbij de sterken en de zwakken een beetje helpen. Daar zit toch in het begrip solidariteit verwerkt, om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Als wethouder heeft Hans Martin een uitgebreide portefeuille. Met name de sociale pijlers, zoals zorg en welzijn, armoedebestrijding en werkgelegenheid, gaan hem aan het hart. Hij wordt dan ook de sociale wethouder genoemd. Ja, en een belangrijk onderwerp heb ik natuurlijk ook en dat is toch de NRE. En dat noem ik gekscherend altijd mijn hobbyobject. En dat is toch wel het dossier waar ik de laatste 3,5 jaar het meeste aandacht aan heb gegeven. U heeft het ook wel, het is uw hoofdpijnobject genoemd. Ja, klopt. Daar heb ik ook wel eens echt letterlijk en figuurlijk migraine van gekregen. Maar goed, het is wel een dossier waar het veel geld gaat. Waar ook weer mensenlevens achter zitten. Al die medewerkers binnen de NRE die toch een hele onrustige jaren achter de rug hebben. Nou ja, goed. En dan als je dat dan ziet en dan denk van, nou, dan moet je toch goed oplossen. Nou, probeer ik. Agnes Kant zei eens, alles wat Hans Martin aanpakt, wordt wat. Hij krijgt dingen voor elkaar. Hij is sociaal en weet van aanpakken. Als je kijkt naar de WMO, de implementatie daarvan, wetmaatschappelijke ondersteuning, hulp bij het huishouden. Gemeenten hebben daarvan het Rijk meer verantwoordelijkheden gekregen. Nou, dat zijn zaken die we hier in de stad goed hebben kunnen uitrollen. Maar er zitten wel een aantal zorgpunten aan te komen. En dat is natuurlijk de teruggang bijvoorbeeld van de budgetten van de gemeente. 2010 valt er nog wel mee, maar 2011 en verder, dan zal de gemeente een aantal zware deuken gaan krijgen financieel. Het mooiste plekje van Hans Martin Don bevindt zich in de nabijheid van zijn werkplek. Maar komt een wethouder dan ooit los van zijn werk? Nou ja, als wethouder is het sowieso moeilijk loskomen van je werk. Ik ben er eigenlijk altijd wel mee bezig. De dag en nacht. S'nachts droom ik er wel eens van. En overdag, ja, dat zijn natuurlijk lange werkdagen. En ook in het weekend heb je natuurlijk toch een aantal sociale verplichtingen die je moet voldoen. En je stukken lezen. Dus ik ben er eigenlijk altijd wel mee bezig, ja. Het mooiste plekje van Hans Martin Don is de Dommelbrug. En hij kiest op zijn beurt Lenny Berkers. Zij is de volgende gast in Het mooiste plekje van Eindhoven.